Paul, wat kost het om je visum te verlengen? Nou, na 2 jaar moet je je visum verlengen. En dat kost ongeveer 2800 dirham, 3000 dirham, die komt rijden. Je moet wel weer een medische keuring doen. Vrij zijn van AIDS en geen TBC hebben. Hepatitis B schijnt niet meer gecontroleerd te worden. Ik heb daar nog niet het fijne van kunnen achterhalen. En de vingerafdrukken die zitten al in het systeem van de Emiraten. Met andere woorden, die hoef je niet weer opnieuw te doen. Dat scheelt weer. Dat kun je allemaal zelf. Dat is niet moeilijk. Je kunt gewoon naar het portal gaan van de Dubai Economic Department. Als je een mainland licentie hebt. Of je gaat naar de Free Zone en pakt het portal daar. En je zegt gewoon, I want to renew. Doe het wel op tijd.